bijna allemaal in de eigen 16. Alle hens aan dek meteen. Evraar moet komen, twee vasten. Goed gedaan. Blom. Daar komt De Neve. Ja, goed gedaan. Trap te binnen. Mooie bal van Laura De Neve. 1-0 voor België. 8 minuten ver. En de vice wereldkampioen staat achter. De Flames doen wat ze moeten doen. Kelly richting tweede paal. En dan de kopbal. Die is binnen. Het is 1-1. Het is Brons die bal heeft binnengekopt. Bij de tweede paal Lucy Brons. Ondertussen struikelde Blom aan de overkant. Brons nog een keer. En dan is daar de bal in het zijnet. Brons dook weer op. De rechtsachter. En dan was dat de redding van Nicky Evraar. Hemp naar binnen. De voorbij. Hemp in de 16. Hemp nog steeds. En dan daar Kirby met de goal. Even een klasse flits van de Engelse dames. En zo staat het 1-2. Goeie interceptie. Willaert weggestuurd. Is sneller. Willaert alleen op Doelaf. Willaert kan niet afmaken. Willaert. Ja! Staat 2-2. Goed gedaan. Tessa Willaert. De killer in haar kwam naar boven. Dat is wat de Flames nodig hadden. Want toch ook een tik gekregen. Na die blessure van Laura De Neve. En na die twee goals natuurlijk ook van de Engelsen. Daar komt hij, de vrije trap over de verdediging. Oh la 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 la. Evraar. Russo met een grote kans tot twee keer toe. Meteen een grote kans voor Alessia Russo. Hemp. Ja, Hemp laat zich vallen. Dat is toch een duik? Ja, als scheidsrechter gaat er niet op in. Oeh, dat is een goede bal. Brons legt hem nog eens terug. En dan Kirby en dan redding van de vraag. Gaat binnen. Nee. Is hij binnen? Nee, zegt de scheidsrechter. Hij is er niet over. En daar blijft het ook bij. Want geen VAR dus. En geen doellijntechnologie, dat ook niet. Nou, dit zijn de momenten waarvan de Flames moeten proberen te profiteren. Weer zo'n goede bal tot bij Willaert. Willaert is erdoor. Willaert met de kans. Willaert en de redding. De Flames moeten het echt hebben van dit soort momenten. En dan rekenen op de klasse van Tessa Willaert. Goeie bal binnendoor. Kelly achteruit. Opletten. Bijna toe. En dan uit de tweede lijn was dit Brons. Wijnands opletten. Danny. Nou, Wijnands kon daar niet meer bij. Danny met een grote kans. Bij Daniels die de actie probeert te maken. Penalty. Er komt een strafschop. De kans voor de Flames. De kans op 3-2. Willaert of Earps.
2-2 of 3-2. De Belgen op voorsprong of niet. Daar komt Willaert. Willaert binnen. Ja, ja. Absoluut 3-2. De Belgen staan voor. Onwaarschijnlijk. En dan hopen dat die bal goed valt voor de Flames. Missy Po trapt hem ver weg. Het is binnen. Het is binnen. De Flames winnen. De Flames winnen van Engeland. Een stunt in Leuven. Niks meer of niks minder. Het is een fantastische prestatie van de Red Flames.